Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe weekenergie. De weekenergie van 31 januari tot en met 6 februari. Deze week natuurlijk ook al de nieuwe maan. Daar heb ik al een video geüpload afgelopen vrijdag. Ik heb vandaag toch de tijd gekregen om de reading voor jullie al op te nemen. Dus we gaan eens kijken wat dit betekent voor deze week aan energie. Welke boodschappen erdoor mogen komen. Ook een beetje gekeken op liefdesvlak, want daar hebben we natuurlijk al even geen video meer over gehad. De laatste keer is volgens mij 1,5 week geleden of zo. Dus we gaan eens even kijken wat dit op liefdesvlak betekent. Deze week op liefdesvlak, wat mogen we weten? Zielsverwant? Oké, mooi. Nou, en het lot. Mooi. Deze komt op kop. Glinstering. Glinstering staat voor mij altijd dat jij in een periode hebt gezeten dat je je anders een beetje voordeed als dat je was. Dat je een maskertje droeg, dat je die innerlijke zelf niet naar buiten liet komen. Maar doordat je dus nu in die transformatieproces zit en dus meer vanuit de goddelijke bron aan het handelen bent, heb jij een situatie en een cyclus om weten te draaien. En doordat je deze om hebt weten te draaien, ben jij nu vanuit het licht gaan handelen en niet meer met die masker op. Dus vanuit daar is er dus nu een nieuwe stroming gekomen. En als we dan gaan kijken naar het stukje nieuwe maan, energie die dus nu ook voelbaar is. In combinatie met het Chinese nieuwjaar zit er dus best wel voor sommigen van jullie al een mooie nieuwe stroming in. Voor sommigen niet, dan is dit nog hele, toch wel nog een stukje ver van je bedshow, omdat je toch nog echt wel te kampen bent of hebt met die masker die je nog op hebt, dat je nog niet tot je dieptepunt of tot jouw kern bent gekomen. Dus er zijn toch wel wat aspecten voor die personen die dan nog eerst aangekeken mogen gaan worden. Maar heb je deze patronen al doorbroken? Heb je die aangekeken en hangt het niet meer boven je hoofd? Dan kan er dus echt wel in het energetisch veld deze week dus iets nieuws gestart gaan worden. En met de energie dus ook van de nieuwe maan erbij en het Chinese nieuwjaar en tijger. Kan het dus zomaar zijn dat de komende periode in werking gezet gaat worden. En vooral het nieuwe begin in werking gezet gaat worden. Om jouw zielsverwant naar je toe te kunnen laten komen. En dat wil niet zeggen dat dat dan abrupt deze week in één keer boem bats iemand op je stoep staat. Maar in het energetische veld is het wel het lot die nu gaat bepalen dat dat de tijd er in ieder geval voor is. Even kijken of dat jullie het zo zien. Ik geloof het wel. Nou, pak eens even de tarot erbij om er verder op in te gaan. Oh. Moet die op kop? Deze nee. Ja, wat ik net al zei, voor sommigen geldt het dus dat er nog een bepaalde stroming eerst tot stand moet komen van een torenmoment of bepaalde situaties. De 5 van zwaarden, je hebt veel strijd nog, je hebt veel conflicten. Ook innerlijk heb je toch nog best wel de nodige struppels gehad. Voor de groep die dus hier ligt, heeft dit stuk dus allemaal al doorlopen. Jij hebt dat torenmoment al gehad, jij hebt die tegenslag, die explosie aan emoties die in één keer op je pad kwamen. Een abrupt einde is ergens aangekomen. En vanuit dat is het in één keer boembats klaar. En het gevoel dat je hebt dat je benen even onder je lijf uitgeschopt zijn. Dat je even geen stabiliteit meer hebt ervaart. Die stukken heb je doorlopen. Dus je bent echt al in een stuk gekomen. Al was het zwaar, al heb je veel strijd moeten leveren. Het is nu klaar. Ik leg ze op kop. Moet ze even voor jullie goed leggen natuurlijk. Dus dat zijn stukken waar je al doorheen bent gegaan. En daardoor is er in het energetisch veld echt het een en ander al geactiveerd. De sleutel is nu
in de bezit al. En jij bent je hart aan het helen en aan het openen. Ik voel voor mij wel dat sommigen hier echt nog wel door deze situatie echt nog wel hun hart mogen gaan helen. Maar als dat eenmaal geheeld is, dan is het ook mogelijk dat die zielsverwant naar je toe gaat komen. En dan is het natuurlijk aan ieder van jullie hoe snel dit proces gaat. Dus ben je sneller in een verwerking of heb je het sneller omarmd, pijnstukken geheeld, dat soort dingen. Dan zul je in een andere frequentie deze tegemoet kunnen lopen. Heb je een trager pad, om het zomaar te benoemen, dan zal dit ook wat langer op zich laten wachten. Omdat je dus heel lang vast hebt gezeten in oude patronen, is het natuurlijk niet 1, 2, 3 uit jouw hele systeem. Dat heeft gewoon tijd nodig. En als dit tijd nodig heeft, gun jezelf ook die tijd. En wil niet te snel. Er ligt een nieuwe mogelijkheid in het verschiet op energetisch niveau. Dus er zijn nog wat aspecten wat naar gekeken mag worden, waar de diepgang in gevonden mag worden. Je bent losgebroken uit de situatie. Door dat torenmoment hoef je je eigen niet meer vast te houden in die cyclus. En je bent nu aan het aftasten of dat jij het op het linkerpad moet gaan kiezen of het rechterpad mag gaan kiezen. En volg vooral jouw gevoel erin. En dat is het enige wat ze nu ook zeggen. Oké, het linkerpad of het rechterpad. Dat is dus het stukje waar je voor mag gaan kiezen. Voor sommigen geldt het ook zo dat het een keuze gaat worden tussen een zielsverwant of jouw zielsmissie, zeggen ze. Dit is niet voor iedereen de boodschap, maar voor sommigen van jullie geldt dat je dus keuze moet gaan maken erin. Oké, mag ik daar nog even iets, een kleine aanvulling voor hebben? Dit is even een los klein tijdlijntje erbij, zeggen ze. Heeft te maken met nieuw begin, het zonnetje begint te schijnen, een nieuw begin. Omdat je heel lang vast hebt gezeten in een situatie waar jij je eigen prettig bij voelde, je wist wat je eraan had. Je had waarschijnlijk niet die hele diepe gevoelens meer als dat je voorheen had. De relatie waar je in hebt gezeten is je een beetje ontgroeid. Kun je me daarin volgen? Je komt bij elkaar misschien wel 10, 15 jaar geleden. Toen waren jullie alle twee nog niet zo gevormd als dat je nu bent. En doordat jullie in de loop van de tijd eigen situatie doorlopen, heb je eigen lessen, patronen doorbroken. Je bent dichter naar jezelf aan het groeien geweest. En daardoor ben je in gaan zien dat je heel lang gebukt ging onder een connectie waar jij niet helemaal jezelf kon zijn. Dat is ook een beetje wat hier wel ligt. En dat is ook waarin jij vast hebt gezeten. Maar je gaat die tij keren. Je gaat uit die situatie dat jij die ballast los gaat laten. Dit is echt voor sommigen. Maar daarvoor is het wel belangrijk je eigen balans terug te vinden en het laatste stukje op te gaan lossen. En dan als je dat laatste stukje nog gaat oplossen, zal jij ook meer zicht gaan krijgen op je pad, zeggen ze. Dus dat is even een losse korte reading in de gewone reading. Nou, laten we eens gewoon verder gaan met het tweesprongetje. Dus er gaat een keuze gemaakt worden om een andere patroon te doorbreken als waar je voorheen in zat. En die keuze heeft dus te maken met dat je daardoor ook richting je zielspartner kunt gaan en dat daar ook het lot voor bestemd is. Je divine timing heeft daar nu op dit moment mee te maken. Doordat jij dus op een gegeven moment een keuze gaat maken, zal er een nieuwe stroming plaats gaan vinden. En dan zul je merken dat het vanzelf naar je toe gaat komen als het daar de tijd voor is. En dat heeft te maken met de verwerking en de processen die jij nog
aan het doorlopen bent. En voor sommigen zit je al verder in het proces en ben je echt al in een bepaalde afwikkelende fase. En voor anderen is het zo dat je dus nog de nodige heling mag gaan verrichten. Er kijken natuurlijk heel veel mensen naar dit kanaal en het kan niet met iedereen gelijk 100% resoneren. Dus pak alleen het stukje wat passend is voor je. Wat mag ik nog meer weten? Een eerlijk nieuw begin gaat er dan komen. De keuze van het universum is dan bepaald dat je een eerlijk nieuw begin mag krijgen. De waarheid mag uitgesproken worden. Je mag ook voor jezelf gaan kiezen dat jij dit waard bent om dit naar je toe te laten komen. Even kijken, past het er allemaal nog op? Maar dat vastzitten is dus wel, dit is een fase wat je dus of aan het wikkelen bent. Je hebt dus al best wel veel stappen doorlopen. En voor velen is natuurlijk ook het 2021 een transformatiejaar geweest. En die krijg je dus nou in 2022 nog wel een nasleepje van. En die stroming zul je ook door gaan pakken nog in 2022. Maar dan zul je wel merken dat er op energetisch vlak al veel meer in de kosmos aanwezig is als dat jij op dit moment misschien ervaart. En dat heeft ook te maken met dat je dadelijk meer naar je toe zult zien komen als jij het juiste pad kiest. En daadwerkelijk ook echt het oude achter je laat. Er gaat een balans gevonden worden in jezelf. De communicatie die zul je ook steeds meer merkbaar gaan krijgen door de richting die jij gaat krijgen. De innerlijke stem die gaat klinken. Dat je alles nu op zijn tijd naar je toe mag gaan komen. De balans, het geven en nemen zal in balans gaan zijn. Je weet wat je wil in een verbinding. Dus daar zit een nieuwe stroming in. Je gaat een verbrede blik werpen op de situatie. En doordat je deze blik gaat verbreden, zul jij dus ook je ogen geopend krijgen op een punt waar jij eerst nooit aan gedacht zou hebben. Of eerst nooit bij stilstond. En voor iedereen kan dit anders zijn. Dus al die stukjes zullen op een gegeven moment als puzzelstukjes op zijn plek gaan vallen. En als die puzzelstukjes gaan vallen, zul jij zo'n aha momentje krijgen. En dan zul je merken dat alles wat voorafgaande aan deze situatie is, en de stroming die je nu mag gaan omarmen, of dat in ieder geval naar je toe begint te komen. Daar zit altijd een reden achter waarom die situatie zo op je pad is gekomen. En dat mag je les uithalen. Dan mag je omarmen dat dit een les was om jou verder te helpen op jouw zielsmissie. In dit geval is dus jouw les geweest om in te zien dat jij niet je eigen anders voor hoeft te doen als dat jij je gedraagt. Dat je je eigen mag uiten zoals je je van binnen ook voelt. Heel veel mensen die zijn natuurlijk gevormd door de opvoeding, de buitenwereld, werkzaamheden, noem maar op. En er zijn zo ontzettend veel mensen nog die zoekende zijn van wie ben ik nu werkelijk. En als jij die zoektocht gaat starten, kan dat heel erg zwaar zijn. Maar weet ook dat daar een keerpunt aan gaat komen, dat die zwaarte gaat vervallen en dat het als verlichting gaat voelen. En iedereen zal toch eerst door dat zware punt moeten. En dat is ook het zware punt van geen strijd meer hoeven voeren. Een abrupt einde. Niet meer vast hoeven zitten in een situatie. En dat soort dingen. Dus weet dat daar best wel een wisseling in kan gaan zijn. Als jij er bewust van gaat worden hoe het universeel allemaal werkt. Ik zie dat mijn scherm een beetje donker aan het worden is. Ik weet niet of dat al de hele tijd is. Sorry ervoor, het zonnetje is weer een beetje achter de wolken verdwenen. Maar de twee van bekers, samen met de zielsverwant en het lot, is dat een hele mooie bevestiging onder de aas van zwaarden. Een eerlijk nieuw begin, doordat jij dichter tot jezelf aan het groeien bent, je lessen aan het leren bent, gaat er dus echt op energetisch niveau een vooruitgang gaan komen. Onderkant dek, 6 van staven. Hele mooie stroming. Je zult daar af en toe perplex van zijn hoe het allemaal gaat stromen, hoe het gaat lopen. De vooruitgang die je dan in één keer gaat krijgen. Van de week ook met een goede vriend van mij erover gehad. Ook nog over de 6 van staven. Dus bijzonder dat hij nu ook weer op tafel komt. Toen heb ik ook het verhaaltje uitgelegd dat je soms je gedachten anders moet verwoorden. Dat je een andere blik moet krijgen op de situatie. Dat als jij
heel graag gelukkiger wil voelen, moet je je eigen niet te veel focussen op het gelukkig willen zijn. Maar dan mag je je focus leggen van waardoor komt het dat ik me niet zo gelukkig voel? En wat kan ik eraan doen om dat geluk wel te ervaren? En als je je gedachten daarin gaat omvormen, zul je merken dat er steeds meer gelukkigere momenten op je pad gaan komen als cadeautjes op jou. Pad, bevestigingen van die aha-momentjes dat je denkt van, oh, zie je wel, ik ben op het goede pad. Dus en dat is in deze situatie ook. Er zitten heel veel nieuwe energieën in het veld op dit moment. De nieuwe beginnen, nieuwe cyclus die start. Belangrijk is dus wel vaste zittende patronen te doorbreken, waar je dus voor velen van jullie dus al uit bent gebroken. En voor sommigen geldt dat dat torenmoment er dus nog zal gaan komen. Dat zal dus nog behoorlijk pittig kunnen zijn. Maar ik weet ook dat er laatste kwartaal van 2021 heel veel doorbraken zijn geweest. Heel veel torenmomenten voor mensen die dus nu in het patroon zitten van een nieuwe pad kiezen. Maar hoe dan? Waar ga ik heen? Ga je naar je innerlijke stem luisteren, zal het vanzelf naar je toe gaan komen. Omdat je dan je eigen balans gaat krijgen in het geven en nemen. Het tastbare, je weet wat je wil. Je kunt vanuit daar doorpakken. Dus er zitten nieuwe dingen in de lucht. Wat voor heel veel van jullie toch echt wel een mooi toekomstperspectief zal gaan bieden. En het wil niet zeggen dat dit dan heel snel naar je toe gaat komen. Maar er zit wel in het energetisch veld een vooruitgang. Dat deze persoon dus toch naar jou toe aan het komen gaat. Dat was volgens mij geen goede Nederlandse zin, maar afijn, jullie weten wat ik bedoel. De tijd is gekomen dat er een nieuwe ontwikkeling plaats mag gaan vinden. En dat wil niet zeggen dat, wat ik al eerder zei, dat dat deze week zal zijn. Maar er is wel een nieuw zaadje geplant die mag gaan groeien, die over een tijdje geoogst mag gaan worden. En wat ik al eerder zei, voor iedereen zal dat op een ander moment zijn. Dus ga alsjeblieft de stukken niet passend maken. Maar vertrouw erop dat het op een moment zal gaan komen wanneer het voor jou daarvoor bestemd is. Oké, lieve mensen. Ik hoop dat je iets aan deze week-energie-reading hebt gehad. Hele mooie legging zoals ik het zo zelf ervaar. Ik zie jullie reactie ook heel graag tegemoet onder deze video. Of je duimpje omhoog. En dan wil ik jullie weer bedanken voor vandaag. En tot de volgende keer. Doei doei!